Hallo dames en heren, tof dat jullie wel kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Bas. In deze video, jongens en meisjes, zijn er dus drie secret geheime dingen dus in Minecraft die jij sowieso nog niet weet. Deze zijn eigenlijk best wel secret. Deze zul je denken, jij. Ja, het is een grote kans dat je ze niet kent. Als je ze kent, ben je best wel pro in Minecraft eigenlijk. Maar ja, als je deze niet kent, dan ben je gewoon een normale persoon. Gewoon een Minecraft die er niet veel van weet, net zoals ik gewoon. Maar ja, ik weet hem nou wel, ik weet ze nou wel, dus... Ja, ik laat jullie nou gewoon zien. Let's go. Nou, eens meisjes, wij gaan gewoon bij de eerste beginnen. En wat je dus allemaal nodig hebt, is eigenlijk gewoon een blokje. Dat heb je altijd gewoon nodig. En dan gaan we meteen naar de machines. En dat is dus de zuiger. Ja, de zuiger, wat klinkt wel verkeerd. Maar ja, de zuiger heb je dus nodig. En je hebt dan ook nog een hendeltje nodig. En wat je ook nog hebt, is een... Wow, hoe noemt dit? Panzerstandaard, ja, ik noem het gewoon een pop. Ik ga hem gewoon pop noemen. Ik weet niet hoe je dit zegt in het Engels, ik weet het helemaal niet. Ik ga hem gewoon een pop noemen. En wat je ook nog hebt, nog één ding, dit klein dingetje, je weet wel wat dat is. Dus ja, we gaan gewoon hier lekker beginnen bij een mooi plat vlakje. En dat is dus, we plaatsen hem hier gewoon neer, dat ding. En we gaan hieronder gewoon even een vrije ruimte maken. Nou, ik heb alvast gewoon, ja, gewoon het ruimte gemaakt. Jullie zien wel dat het best wel veel ruimte is. Ja, ik ben wel een persoon die veel ruimte nodig heeft. Je kunt ook gewoon één breed doen, maar ja, ik wil wel veel ruimte hebben. Anders lukt het mij echt gewoon niet. Dus ja, we gaan er gewoon mee beginnen. Jongens, als je zeg maar gewoon hier zeg maar waar dit dingetje staat, zeg maar. Dan ga je gewoon recht omhoog, maakt niet uit. Als er maar twee overstaan, zeg maar daar voor het poppetje. Dus zeg maar zo dit gewoon. Dat je echt gewoon met poppetje hier recht voor boven de grond staat. En ja, dan heb je dit alvast. Dan hak je hier het onderste gewoon weg. En wat je dan dus doet, is we pakken dan ja, de zuiger. Hoe noem je dat eigenlijk? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, je pakt gewoon de zuiger. Zeg maar dat die gewoon boven dit blokje staat. En wat je dan dus doet, is je plaatst hieronder gewoon één hendeltje. En je haalt de hendel over. En dan heb je dit. Dat is heel mooi. Maar... Even voor de duidelijkheid. Jongens, hiernaast gaan we het dus gewoon zien. Dit is gewoon een normaal dingetje. Als ik dit nou weghaal, dan zul je zien dat het onderste... Dit, ja, je zult het nou wel zien. Oké, we gaan het gewoon meteen doen. Dat onderste gewoon anders is. Kijk dit. Dit is heel anders. Dit is gewoon anders. Als je hier zo kijkt en naar daar kijkt. Het komt natuurlijk wel door de lever, maar het is echt gewoon anders. Het is gewoon secret. Het gaat eigenlijk gewoon om de lever. Maar ja, als je zeg maar gewoon... Mindtopia en zo. Dan is het wel leuk om dit altijd even zo. Dat die gekke schoentjes aan heeft of zo. Dat is wel leuk om te zien, vind ik. Als je Mindtopia hebt, dan heeft hij net van die schoentjes aan. In plaats van zo van deze schoentjes, je weet wel wat ik bedoel. Dan vind ik dat van daarnet wel iets mooier. Want dit zie je altijd. Dat dan als iets nieuws, weet je wel. Dus ja, dat was eigenlijk gewoon de eerste, jongens en meisjes. We gaan door naar nummerootje 2. Op de nummer 2, jongens en meisjes, is dus dat je even heel hoog moet staan. En als je toevallig een bootje bij je hebt en je wilt lekker naar beneden springen en er is geen water waar je in kunt springen, ja, dan ben je wel fucked. Maar als je een bootje hebt, niet, dan kun je lekker gewoon met je bootje naar beneden springen. En wat er gebeurd is, je blijft gewoon overleven. Er gebeurt gewoon helemaal niks. En ja, als ik hier zeg maar gewoon ineens vanaf ga springen, ja, kijk, dan ben je natuurlijk wel gewoon dood. Zoals jullie zien, dan ben je gewoon dood. Bruh. Op de nummer 3, jongens en meisjes, ook meteen de laatste. Dat is dus met je pijlenboog kun je nu gewoon er doorheen schieten. Door de web, door het spinnenweb, kun je er gewoon doorheen schieten. Vroeger was dat nog niet. Door de update van 2 weken geleden kon dat toch wel. Ah, dat is wel leuk nu als je in de kingdom zit. Want de mensen die weten dat nog niet. Dan zijn ze zeg maar netjes op ze aan het schieten en dan denken ze van, oh ja, het heeft toch geen nut. Die pijlen blijven gewoon in het spinnenweb zitten. Maar nou gelukkig niet meer. Nou kun je er gewoon doorheen schieten. Vroeger, 2 weken geleden, was het gewoon nog niet wat ik dus net zei. Dus ja, dat is ook lekker nieuw. Ook wel leuk. Dus ja, dit waren wel echt secret dingen. Natuurlijk geheimen. Maar het waren niet echt zo van die wow dingen. Dat ja, vond ik tenminste. Maar ja, het waren wel geheime dingen natuurlijk. Dus ja, jongens en meisjes, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Beloon dat zeker met een blauw duimpje omhoog, alsjeblieft. Abonneer ook nog op mijn kanaal. En ja, jongens en meisjes, dan zie ik jullie wel weer bij de volgende video. Later!